Beste vrienden, secondje. Beste vrienden, het is dinsdag laat 's nachts. Nog niet best dagelijks laat, maar toch mooi 2 uur 's nachts. Meer specifiek, 3 voor 2. De dinsdagclub is ingepakt. Ik ben onder de douche geweest, zoals jullie zien. De blauwe man is weer ingepakt voor een week. Daarna zal hij in vol ornaat terugkomen, want dan hebben we de 5e september. De eerste verjaardag van de dinsdagclub. We zijn volgende week exact 1 jaar bezig non-stop. Zeggen dat we geen enkele dinsdag hebben overgeslagen is een understatement. Want in de maand december alleen al hebben we 18 gigs gegeven. En je hebt nog de rivieren of mina, bla bla bla. Dus voilà, volgende week 1 jaar de dinsdagclub. Maar nu is het 29 augustus. Nee, die is ondertussen al overgegaan in de 30e augustus. En ik ben in de auto. Hoe kan dat? Daarjuist was ik in de dinsdagclub. Nog eens daarjuister was ik mezelf aan het wassen onder de douche met losjo. Ik moet zeggen, er kwamen na het optreden 2 zeer aantrekkelijke dames naar me toe. Die er ergens in de buurt woonden. En die vroegen, hoe gaat die blauwe verf er weer af? En die begonnen daar zelf een tafereel te schilderen. Waarbij ze me mee onder de douche zouden nemen. En dan noemden die allemaal merken van lotions die ik niet kende. Dat was echt wel thrilling. Uiteindelijk is dat toch de reden waarom je in de rock'n'roll gaat. Je wilt centjes verdienen en je wilt met je kop op de voorpagina van de dag allemaal. Maar eigenlijk wil je toch maar dat aantrekkelijke vrouwen jou aantrekkelijk vinden. Of aantrekkelijk niet, maar toch op een of andere manier de moeite waard om psychedelische verhaal na te komen ophangen. Dus dat was eigenlijk een beloning, daar was ik blij om. Natuurlijk ben ik daarna als een brave huisvader naar huis gereden met mijn fantasieën onder de douche om mij te ontsminken. Maar nu ben ik onderweg naar de Lielse bergen. Don Vitalski never sleeps, hij is natuurlijk de nachtburgemeester. En mijn gezinnetje, Molly, Rocco en Luf, die zijn in een caravan in de Lielse bergen. Die liggen in slaap en daddy is home. He, binnen 10 minuutjes kom ik eraan, dan kom ik braaf thuis. Wat is hier toch eigenlijk een precair moment in de loop van het jaar, die late augustusweek. Mijn leven lang, toen ik een vrolijkere vrijgezel was, in plaats van een melancholische huisvader van 52, was ik niet vatbaar voor het verglijden van de seizoenen op deze manier, want ik stond met mijn 2 benen buiten de maatschappij. Als je geen kinderen hebt en als je ook geen lief hebt met kinderen, dan is er, en je hebt ook geen 9-to-5 job op een kantoor, dan is er eigenlijk geen verschil tussen april of juli. Trouwens, een bijkomend voordeel is dat je dan in april op reis kan en dat je dan al die hotels en die huizen in Kreta op een krankzinnig goedkope prijs kunt te pakken krijgen. Dus dit is eigenlijk terloops een oproep aan alle 23-jarige jongens en meisjes die denken dat ze kinderen willen. Zint erger begint. Het leven is zo eenvoudig, zo transparant, zo goedkoop en zo vrij zonder kinderen. Hoe gemakkelijk is het leven zonder kinderen? En hoe ongelooflijk moeilijk, lastig, verantwoordelijk. Ja, maar zeggen ze altijd, je krijgt er veel voor terug. Die redenering klopt niet. Ik zeg niet, alle kinderen moeten dood. Maar de redenering, je krijgt er veel voor terug, dat is onzin. Het is geen ruil. Het is niet van, ik geef vrijheid en lichtheid af. Ik geef gebrek aan zwaartekracht af.
maar in ruil daarvoor krijg ik liefde van die kinderen. Waarom klopt die vergelijking niet? Omdat, als je geen kinderen hebt, mis je niks. Ik vind dat super fascistisch van mensen met kinderen, dat die tegen mensen zonder kinderen zeggen, je weet niet wat je mist. Bullshit, een leven is altijd volledig. Een vol glas melk is hetzelfde als een vol glas water. Vol is vol. En als je geen kinderen hebt, hou het zo, je mist niks. Is dit nu een aanval op mijn kinderen? Natuurlijk niet. We maken er het beste van. Ik ben trouwens zeer fier op mijn dochter, want zij wou naar de kunsthumaniora. Ze gaat naar de eerste middelbaar. Maar om daar binnen te mogen, moet zij notenleerbasis kennen. Ik heb nooit notenleer gevolgd. En half augustus pas, heb zij een snelcursus notenleer bij een privélerares gevolgd. Luf, mijn vriendin, had dat allemaal geregeld. Ik moet dat allemaal betalen. Maar ik heb niks te zeggen. Ik had vandaag ook met Dick Turpin een discussie over financiën. Ik zeg, ja, het komt erop neer dat ik niks te zeggen heb, hè, op het einde van die discussie. En een Turpin zegt, lakodiek, daar komt het op neer. En wat was nu het fantastische? Dat Molly glansrijk geslaagd is vandaag in haar ingangsexamen voor de kunsthumaniora. En dat ze zelfs al een beetje van haar gehoord hadden. Want Sam Wouters, die muzikant, zeer sympathieke muzikant, die ook optreedt op Zweef Leeft, een soort woensdagclub. Maar ik kan je zo niet noemen, hoor, want het is van volledig ander kaliber. Die had Molly al eens horen zingen en die was dan speciaal in die school naar dat ingangsexamen gelopen om Molly bezig te horen. Want het is niet omdat dat toevallig mijn dochter is, maar zij zingt enorm goed. Ja, professionele opleiding allemaal, hè. Mijn vriendin laat er geen gras over groeien. Het is niet dat mijn vriendin of ik per se willen dat mijn kinderen in de artistieke sector belanden, want het is toch maar killing. Kijk, hier ben ik in de bossen van de Leeuwse Berg. Dit is toch wel tof aankomen. Het is toch wel de moeite. Ten eerste vind ik 's nachts rijden zalig. Dus die rit die ik nu net gedaan heb, ik zie daar zelfs naar uit. Ik geniet daarvan. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik er al ben, want er is nog niks zo meditatief als 's nachts rijden over lege banen tussen twee of drie sympathieke camionneurs uit Tsjechië die je passeert. En nu arriveer ik hier in deze bossen van de ogen van het groene woud. Heerlijk. De goede lucht. De blauwe man is dood. En Don Vitalski gaat de bossen weer in. Het leven kan niet beter zijn. Morgen ben ik trouwens de hele dag alleen. Want heel vroeg in de ochtend vertrekt mijn vriendin. Dit interesseert jullie allemaal niet, hè? Naar haar werk. Mijn vriendin is een lerares op de lagere school. Maar in de namiddag komt ze de kinderen halen, want dan gaan die weer optreden. In Scherpenheuvel. Er is een zangeres uit Scherpenheuvel, weten jullie wie? Noemi Wolfs. Noemi Wolfs van Overfonnik stond vandaag op het affiche van de Dinsdagclub, maar toch heeft ze niet opgetreden, hoewel ze wel in de zaal was. Waarom hebben ze me, dat besef ik nu ineens, ze hadden mij moeten komen vertellen dat ze er was. Dan had ik wel even met haar gebabbeld. En dan was dat in orde gekomen. Want waarom heeft ze nu niet opgetreden? De man die tegen ons zei, ik kom met Noemi optreden, had het verzuimd om Noemi daaromtrent in te lichten. Dus dat vond ze niet tof. Ze zegt, ja, maar ik sta hier aangekondigd. Maar ze was niet boos op mij of op de Dinsdagclub, maar wel op die kerel. Ze zegt van, ja, die man zonder mij te verwittigen engageert hij mij hier voor een optreden. Dat kan niet doorgaan zo. Ik vind dat het dan, omdat ze er dan toch was, eigenlijk wel zo had kunnen doorgaan nadat ze me zo'n goeie map had gegeven. Ik bedoel, als ik ergens niet ben en ze zeggen, je staat daar aangekondigd, maar ze hebben u niet verwittigd, dan blijf ik wel thuis in mijn zetel. Dat is een gegeven. Maar als ik er dan toch in die zaal ben, ik zie dat mooie sexy publiek, mooie rode gordijnen, en de fatsoenlijke versterker, vooral dat geweldige publiek, dan zou ik toch zeggen, ja, nu dat ik hier dan toch ben, zal ik nu maar een liedje zingen. Dus misschien is die Noemi een beetje iemand met, nee, dat weet ik niet, ik ken haar niet. Ik weet niet hoe het komt. Het was een jammer iets,
Wat een ongelooflijk goede dinsdagclub sessie. Altijd eigenlijk, maar voorbij gisteren, daarjuist, was het toch ongelooflijk. Grappig, Walter van den Broek kwam voorlezen. Hoe literair kun je zijn? Patonnet was in goede vorm. En Boogie Boy heeft het kot afgebroken. Tamara de Wispelaar met Veston en de onnavolgbare Elise de Vlieger. Ik ga nu inleggen, want ik ben waar ik zijn moest. Maar ik ga toch nog één ding vertellen. Mijn nieuwe boek is verschenen. Oei, slechte... Oh, het is zo mooi uitgegeven. Mathilde Studios. Ik ga hier een apart item aan aanwijden morgen. Morgen ga ik een filmpje maken over dit nieuwe boek. Ik ga nu inleggen en nog even de groeten doen aan Petra Wilhelmina. Welkom bij de Insomnia Club. Dat klopt. Dat is ook erfelijk. Ik slaap inderdaad zelden. Het is te zeggen, overdag kan ik wel goed slapen. Zo om 5 uur in de namiddag. Pushpa Koek, kijk, vind ik een vreemde naam. En Anja van Heukelom doe je de groeten. En ik bedank Anja voor het feit dat ze mij heeft gesminkt vandaag. Mijn gebruikelijkse sminkster Robin Eiland en Suzy Electric waren er niet. En dan heeft Anja van Heukelom het gedaan en ze heeft het heel goed gedaan. Ik zou het niet beter hebben gekund. Tot ziens mensen, ik ga nu nog een kwartiertje door de bos wandelen. En dan ga ik mij vervoegen bij mijn gezinnetje in die caravan. Slaap lekker allemaal. Ik wens jullie het allerbeste toe. En dus niet vergeten, dinsdag 5 september vieren we in de Dinsdagclub onze eerste verjaardag. Woensdag 6 september doe ik Het Zeef Leeft in de Zeefhoek in een klein theatertje. Ook een kleine revue. Speciaal voor u. Ik speel ook zaterdag in Grembergen. En ook doe ik mee aan dat festival van Dennis Stevens, zaterdag zeer diep in de nacht. Etcetera. Maar morgen alles over dit boek. Ik droomde dat ik wakker werd. De droomnotities van Don Vitalski. Een boek waar mijn fans lange tijd naar hebben uitgezien. Graag gedaan, zegt Anja nog.